Hoe populair de VTM-serie Sarah wel is, bleek vanmiddag in Gent. Maar liefst 25.000 fans zijn daar opgedoken voor de Sarah-dag. Ze konden acteurs uit de serie ontmoeten en deelnemen aan wedstrijden of genieten van modeshows. ...25.000 Sarah-fans waren er vandaag in Gent. Zoveel dat de acteurs niet iedereen een handtekening konden geven. Overal waar ze kwamen was het drummen en aanschuiven voor een glimp of een foto. De acteurs wisten dat de serie mega populair is, maar dit hadden ze niet verwacht. Nee, de serie heeft iets teweeggebracht, hè. Hoe denk je dat dat komt? Omdat mensen zich begrepen voelen, omdat mensen zich... Omdat er romantiek in zit en ik denk dat romantiek wel iets is wat de mensen nodig hebben en graag hebben. Het is geweldig als al die mensen samen zien staan. Steekt ons een hart onder de riem. Zit er voor ons allemaal op, maar het doet ons waarschijnlijk veel deugd om te zien dat mensen het appreciëren wat je gedaan hebt. En dat mensen vooral mee zijn met het verhaaltje. En dat is heel leuk. Mijn grote voorbeeld. Meer dan 100 Sarah-fans hadden zich vandaag verkleed in hun idool. Ze mochten op de catwalk en ieder detail telde. Apparij, bril, haar, lelijke kleren. De lach een beetje. Ik heb een pruik gaan halen en een bril van mijn man met de glazen eruit gedaan. En dan heb ik toch een beetje de Sarah-look. 1 miljoen mensen zullen hun dagelijkse afspraak met Sarah missen. Dinsdag eindigt het sprookje. De fans hopen op pure romantiek. Ik hoop dat Sarah en Simon gaan trouwen, ja. Ik denk dat Sarah op Simon gaat worden. Ik ga dood op de laatste aflevering, is je waar. Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Ja, dat moet ze zien, hè. Dinsdagavond weten we meer.